Hoi, 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 hoi. Welkom bij een nieuwe video. Ik laat vandaag een declutter van mijn oogschaduwpalettes zien. Ik vond het wel weer eens tijd dat ik hier eens doorheen ging van joh, wat ga ik allemaal houden en wat ga ik allemaal weggeven. Ik ga alvast waarschuwen, ik ga er niet veel van weggeven. Ik pik er gewoon bepaalde dingen uit waarvan ik denk, nou, die gebruik ik niet meer en die geef ik weg. Ik heb daar een mooi adresje voor. Deze gaan allemaal naar een vriendinnetje van mij. Nicole, dat komt jouw kant op, want zij is daar heel erg blij mee. En ik heb gewoon zoveel spullen dat ik het gewoon niet meer gebruik. Dit zijn mijn middelmaat paletjes. Ik heb ook mijn grote paletten en kleine paletten. Hoewel hier ook wel wat kleintjes tussen zitten. Deze, die horen hier eigenlijk niet, maar die passen nergens anders meer. En ik ga mijn stash gewoon iets verkleinen en gewoon de dingen weggeven die ik niet gebruik. Er liggen hier alvast wat dingetjes bovenop. Daar ga ik ook mee beginnen. Dit paletten, ik ga gewoon trouwens gewoon beginnen. Had ik helemaal niet aangekondigd, maar dan weet je dat. Paletten van L'Oréal is heel erg mooi. Maar ik gebruik het... probeer je niet te verblinden. Maar ik gebruik het gewoon niet. En dan denk ik, dan kan ik het beter weggeven. Want ik weet gewoon dat Nicole dit soort kleurtjes heel erg mooi vindt. Dus die geef ik weg. Alles wat ik weggeef, leg ik even hier voor. En alles wat ik ga houden, leg ik even hier. Mijn Inglot palet ga ik zeker houden. Alle mijn Inglot palettes. Deze ook. Dit zijn quattro's. Blauw quattro. En mijn telefoon gaat af. Een groen quattro. En een oranje-achtig quattrootje. Deze heb ik heel veel gebruikt, die oranje. En dat lijken ongeveer dezelfde kleuren. En volgens mij is die gouden ook hetzelfde. Even kijken hoor. Volgens mij wel. Nee, dit is toch een andere goud. Zie je, dit is iets lichter goud en dit is iets donker goud. Donkerder goud. Mannen zouden zeggen, zit daar verschil in? Ja, daar zit verschil in. Dus die van Inglot ga ik allemaal houden. Hier zie ik een palette van 11 wat ik weg ga geven. Deze zat in mijn dislikes van mijn, zit in mijn dislikes van mijn paletten. Top 5. Die video die komt nog aan. Ik denk dat die nog niet online staat. Maar die komt eraan. Weet je dat? Dat deze in ieder geval weggaat. Nog een palet dat weggaat. Deze is van Freedom. En deze vind ik het pigment gewoon niet zo goed van. Deze zit ook in mijn dislikes van mijn oogschaduwpaletten. En deze gaat dus ook weg. Heb ik er al mooi 2 van 5 opgeruimd. Deze vind ik heel erg mooi van Freedom. Bewaar ik graag. Idem als deze. Bewaar ik ook graag. Eentje van Urban Decay, het Moondust paletten voor speciale gelegenheden, is deze heel erg mooi. Met kerstmis, met oud en nieuw, op feestjes en dan vooral als ooglidkleur. Het is moeilijk om hier een volledige look mee te maken, maar hij is wel heel erg mooi, dus die bewaar ik. Zoofa hou ik graag. Heel mooi paletten. Ik moet er wel een beetje aan wennen, want de kleuren hebben de neiging om in elkaar over te blenden. Maar... Ik ga er toch mee verder aan de slag. Ja, deze twee moeten we het daar nog over hebben. Of course hou ik die allebei. Mijn Too Faced paletten. Ik heb ook nog een bruine, maar die staat op mijn tafeltje. Ja, ik heb zeg maar een paar paletten, 5-tal paletten op mijn beauty tafel staan. En dat zijn echt mijn everyday paletten die ik erbij pak op het moment dat ik even niet weet wat ik moet pakken. Eentje van Essence. How to make bright eyes. Dit is wel een heel mooi paletje, maar ik moet zeggen, ik gebruik het gewoon niet. Maar dit zijn wel kleurtjes die ik niet zo heel snel heb. Dus ik ga hem even op de twijfelstapel leggen. Die leg ik daar neer. Ik heb een 6-tal paletten van iHeart Makeup. En dan moet ik even kijken, want ik wil er wel eentje van weg gaan doen. Deze is het dupe van het Semi Sweet paletten van Too Faced, dus die hou ik sowieso graag. Die Blank Naked vind ik ook heel erg mooi. Moet ik wel even kijken. Volgens mij heeft Nicole deze al, maar dat weet ik niet zeker. En B, heb ik deze natuurlijk al heel erg veel in mijn Naked paletten zitten. Ik ga even informeren bij Nicole en anders dan hou ik hem gewoon, want dit soort kleurtjes komen altijd wel van pas. Ik vind dat ik één van deze twee weg moet doen. En ik heb ze allebei nog niet lang, maar ik heb ze ook eigenlijk allebei niet nodig. Ik denk dat ik deze dan bewaar en dat ik die donkerroze weggeef aan Nicole. Ja, want die heb ik ook nog amper gebruikt, zie ik. En dit is volgens mij een soort van dupe van het... even kijken, daar kan ik nou wel mee even kijken of dit een dupe is van het Too Faced paletten. Ja, ongeveer wel. Ja. Alleen de highlighters zijn wat anders.
Ik denk dat ik hier deze wel nog even hou en dan een vergelijkingsvideo van ga maken of zo. Laat even weten of je dat leuk vindt. Maar ik hou hem tijdelijk. En als dat een dupe is, dan geef ik hem weg. En dan geef ik deze ook maar aan Nicole. Deze twee vind ik allebei heel erg mooi. Dus die hou ik. Deze heb ik ook heel veel gebruikt. Deze komt sowieso in de favorieten van het jaar. Want deze heb ik heel veel gebruikt. Een heel mooi palet. En deze hou ik dan ook. Dit is, kon je zien in mijn paletje met emotionele waarde. Dat is mijn begrafenis make-up paletje. Deze moet hier trouwens. Dus die hou ik ook. Urban Decay. Heel mooi paletten. Bewaren we. Body Shop. Bewaren we. De Blush Nudes van Maybelline gebruik ik gewoon niet zoveel. Dus die geef ik weg. Een palet van Freedom wat relatief nieuw is. Deze kocht ik op Tenerife. En die wil ik graag nog even houden. Dan komen we aan bij de MUA palettes. En dat is lastig. Want MUA is een heel goed merk. Maar ik gebruik het gewoon niet allemaal. Ik heb gewoon te veel paletjes. Dit is het. Even kijken. Ik ga eerst even inventariseren wat ik allemaal heb van MUA. Best behoorlijk wat. Even kijken hoor. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 8 palettes van MUA. Even kijken, ik zie twee palettes die ik sowieso al weg ga geven. Dat zijn de twee matte paletjes. Deze ga ik sowieso weggeven. Dat is mij gewoon te neutraal. En deze die wil ik nog wel even houden. Want deze vind ik wel twee hele mooie overgangskleuren. Transition shades. Dus die bewaar ik wel nog even. Spring Break paletten. Deze vind ik niet zo heel erg fijn. De kleuren blenden heel erg in elkaar over. Maar misschien kan Nicole er wel iets van maken. Dus die geef ik weg. Het Story Night paletten gebruik ik gewoon niet zoveel. Wel hele mooie herfstkleurtjes zitten erin. Maar die geef ik weg. Deze kan ik, deze kan ik niet wegdoen, wou ik zeggen. Want hij is al langer kapot, hoor. En dit is mijn jeugdsentiment paletje. Dit is het eerste paletje wat ik kocht. Deze zag je ook in mijn video met emotionele waarde. Dus die bewaar ik. Deze kleuren komen altijd van pas. Felle kleurtjes. Geen neonkleuren, maar wel mooie felle kleuren. Dus die bewaar ik. Deze twee, deze wil ik eigenlijk wel bewaren omdat er hele mooie paarstinten in zitten. En deze geef ik toch weg. Want deze zitten ook gewoon in mijn naked palettes. Dit is geen dupe van een naked palet geloof ik. Maar die kleuren zitten gewoon in mijn naked palettes. Die liggen overigens ook op mijn beautytafel. 6 sleek palettes en ik mis er nog eentje of twee. Ik denk twee. Maar die liggen op mijn tafeltje. Dus die wil ik sowieso houden die op mijn tafel liggen. Even, we gaan eens even per ding af. Snapshots. Dat is heel lastig, want de kleuren zijn individueel heel erg mooi. Maar ik kan ze gewoon niet zo goed in samenspraak gebruiken. Dus die gaat wel weg. Sleek is echt met pijn in het hart. Deze vind ik heel mooi. Die bewaar ik graag. Is Vintage Romance. Heel mooi voor herfstlooks en zo. Oh, dat valt. Garden of Eden bewaar ik graag. Ik denk dat ik er hier dan niet zoveel meer van weg ga doen. Dit is een lastige. Welke is dit ook alweer? Oh ja, Storm. Natuurlijk Storm. Wat ga ik ermee doen? Ik geef hem weg. Nicole wordt hier blij van. Dat weet ik gewoon. Dit is Calm Before the Storm. Hele mooie blauw tinten, groen tinten. Ik gebruik hem niet zo vaak omdat de kleuren niet zo heel erg draagbaar zijn. Maar hij is wel echt heel erg mooi. Dus die bewaar ik. En natuurlijk een van mijn favorieten, Ozo Special. En dan ligt Sunset nog op mijn tafeltje. Dan heb ik nog twee Wet n Wild paletjes. Wet n Wild is een heel favoriet merk, dus die bewaar ik allebei graag. Dan is dit de dingetjes die ik weg ga geven. En dan zijn dat de dingetjes die ik ga houden. En dan was dit nog een twijfelgevalletje. En ik denk dat ik die ook maar gewoon hou. Want ik heb nou gewoon best wel weer wat ruimte gemaakt. En dan mag dat van mezelf. Ik ga het even opnieuw inladen. En dan ben ik zo weer bij je terug.